Een heel goed jaar van Brussels Airlines moet zwaar snoeien om te kunnen overleven. Overvliegen vervliegen nu en in de toekomst. Hebben we het met Ria Barie, luchtvaarexpert bij de nieuwsdienst. Professor Elke van Hoof gaat de experts van de exitstrategie adviseren over onze mentale gezondheid in deze ongewone tijden. En professor Steinbaard vindt niet dat hij dit jaar mild moet zijn voor zijn studenten bij de examens. We zetten straks rechte student Nozis bij Dube tegen over hem. Zij wacht nog even in de coulissen, want meer dan drie gasten mogen we niet aan tafel zetten. Allemaal welkom hier aan tafel en ook u thuis bij de afspraak. Ja, het, zijn beelden. het zijn beelden die doen denken aan de crisis bij Sabena en aan de dagen na de aanslagen van 11 september. Duizenden vliegtuigen die aan de grond staan, wachtend op betere tijden. De vraag is of die betere tijden nog zullen komen, Riyad Bari. Duizend banen weg bij Brussels Airlines. Het is pijnlijk, maar noodzakelijk. Ja, het is, uh, het is onvermijdelijk. Het is... Uh... Amputeren of het bankroet, om het kruut te zeggen, en dat geldt niet voor Brussels Airlines, dat geldt voor elke luchtvaartmaatschappij op, uh, op dit moment. Um, die coronacrisis is niet zomaar een crisisje, zoals 11 september eigenlijk Krug gezegd in vergelijking wel was. Dit is, Fara, een tsunami die nog nooit in de internationale luchtvaart gezien is. Um, dus elke luchtvaartmaatschappij, zelfs diegenen die op een bergcash zitten of zaten worden geconfronteerd met gigantische problemen. En dus ook Brussels Airlines, die al niet op een berg geld zaten, die worden nu dubbel zo hard getroffen en gewoon eigenlijk weggevaagd van het, ja. van het toneel. Maar om een idee te hebben, elke dag verliezen ze, Brussels Airlines? Meer dan één miljoen euro. Elke dag? Elke dag. En dat sinds komt sinds maart, het begin van ja. de crisis. Want ja, je moet je voorstellen, ze vliegen niet meer, dus er komt geen geld binnen. Jij boekt geen tickets meer, er nee. komt geen geld binnen. Maar jij vraagt wel je geld terug van jouw ticket dat geannuleerd is dat geld gaat buiten. Die vliegtuigen zijn niet van hen. Ze leasen die, ze huren die. Ze moet je moeten je... daar elke maand voor betalen. Net zoals jij betaalt misschien voor jouw wagen. Als je die wagen niet gebruikt, moet je er wel nog altijd voor betalen. Dus door. de kosten blijven oplopen, maar er komt niks binnen. Dus op een bepaald moment is het gewoon simpel. Is de cash op? We zijn vandaag, als ik het goed heb, want in deze coronatijden heb ik soms moeite <laughs> met de data: 12 mei. Dat wil zeggen ja. nog twee weken. En het dan geld is. Uh, is ja, ze kunnen onze... nog twee weken cash. rekken en dan. Dan stopt het, om ja. het goed te zeggen. Ja. Duizend van de 4200 banen. Weet je over welk personeel het zal gaan? Zal het het grondpersoneel zijn? Zal het, het cabinepersoneel zijn? Het zal iedereen zijn. Ze gaan letterlijk nu elke afdeling van het bedrijf gaan doorlichten. Kijken wie zit daar? Hoeveel mensen zitten daar? Moeten daar zoveel mensen zitten? Kan dat efficiënter? Het is ook duidelijk dat er sowieso tien vliegtuigen verdwijnen. En ja, voor een vliegtuig te besturen heb je piloten nodig. Heb je cabinepersoneel nodig? Heb je technici nodig? Dus daar tien vliegtuigen weg. Bij hen is dat uh, ongeveer 20% procent van hun vloot die verdwijnt. En dan weet je dat er 25% procent van je banen waarschijnlijk mee zullen verdwijnen. Dus één op de vier mensen zal het bedrijf moeten verlaten in eender welke functie. Ik denk dat niemand uh -huh. op dit moment zeker is dat hij of zij zijn of haar job zal kunnen houden. En dat is denk ik het meest stresserende voor die werknemers die nu aan het kijken zijn en aan het aftellen zijn van ik wil weten, ga ik nog kunnen vliegen? Want piloten vliegen doodgraag, dat is hun, hun leven. En ik denk dat dat verschrikkelijk moeilijke momenten zijn bij die mensen thuis nu. Even vragen aan de prof Psychologie. Absoluut. Hè? Die onzekerheid, het gebrek aan perspectief, maar ook wat daarna. Hè? De financiële onzekerheid, dat is in, dit, in deze sector enorm. Hè, omdat je hier zit met een bepaalde groep die daar echt voor kiest, die daarvoor leeft en die daarvan droomt. Dus dat loslaten zal moeilijk zijn, maar je kunt ook veel breder trekken. Hè. Financiële onzekerheid, uh, jobonzekerheid, in combinatie met een verhoogde werkbelasting, hè, omdat bedrijven in moeilijkheden zitten. Ja, dat geldt nu voor elk, ja. elk huisgezin. Mm -hmm. Dus ook voor de mensen van uh, Brussels Airlines. Nu... Duizend mensen, duizend banen weg, daarmee is Brussels Airlines het nog niet gered. Hè? Nee, ze hebben geld nodig. Ik heb het al ja. verteld, geld is bijna op. Ze hebben zo'n 290 miljoen euro nodig. Dat is de eerste berekening om gewoon de komende maanden te kunnen overleven. Want zelfs als we ooit nog gaan vliegen, de komende maanden zal dat zeer beperkt zijn. En daarvoor kloppen ze aan bij de federale overheid. Hè. De, ze vragen een soort van lening, een overbruggingskrediet om die periode door te komen. En dan voel je dat op Belgisch niveau, tussen die directie van Brussels Airlines en de federale overheid, dat dat wel snor zit. Die hebben elkaar gevonden, daar is vertrouwen, er is een businessplan, er is vertrouwen over dat businessplan. Maar dan is er één probleem en dat is het grootste dat zijn probleem: de Duitsers. Ja. Dat, zijn, dat zijn de Duitsers. Ze hebben de, ze hebben de reputatie ja. van niet altijd even wendbaar te zijn of even eenvoudig te zijn. En dat is ook in dit dossier hetzelfde. Finaal zal Lufthansa moeten ja zeggen op. Het voorstel dat nu op tafel ligt. En voorlopig op het voorstel dat er ligt zeggen ze op een vrij brute manier zelfs: maar nee, bedankt. Ze spelen het hart, Lufthansa. Ze zijn niet de makkelijkste om mee te onderhandelen. Nee, het, en het ligt ook een beetje aan de bedrijfscultuur en aan de cultuur van, van de Duitsers. Dus je moet je voorstellen: Lufthansa is een gigantische luchtvaartreus. Het is de grootste van Europa. Waar Brussels Airlines maar zijn een, een heel klein deeltje is. Het bedrijf ja. is het gewoon om al jarenlang. Ze maken mooie winsten, ze investeren in nieuwe vliegtuigen, ze breiden uit, ze groeien, ze groeien, ze groeien. Dat is een machtige mastodont, een industriële mastodont, en die wordt nu door die coronacrisis letterlijk op de knieën geduwd. Uh -huh. Die zit op de knieën en Karsen Spoor, de CEO, ik heb hem al een paar keer ontmoet, is een man, het is een, ik wil niet onbeleefd zijn, een cliché duitser namelijk zeer recht aan, niet te veel schwong. Maar die moet nu gaan bedelen, want zo komt het over voor hen, gaan bedelen bij Angela Merkel om 9 miljard. Die moet komen bedelen bij Alexander De Croo en Sophie Wilmès voor 300 miljoen. Die mannen zijn dat niet gewoon. En er is heel duidelijk, voel ik achter de schermen, een, um, een, een breuk op de manier hoe we met elkaar omgaan. Ik hoor dat er gesprekken zijn tussen beide partijen. Ja? En dat de Belgen van tafel gaan en denken van... Dat was een goed gesprek. We hebben hier iets bereikt. En dat ze nadien dan een nota ontvangen vanuit Duitsland. En dat ze zeggen van... Maar hebben wij hetzelfde dezelfde, gesprek meegemaakt, Ja, hebben we in dezelfde ja. ruimte gezeten. Uh -huh. Wat hier op papier staat, is, zal nooit aanvaard worden door de Belgische overheid. Dus dan denken ze, van, maar is daar, wat zijn die aan het doen? Terwijl je dan aan de Duitse kant hoort van, ja, maar dat is ja. hoe wij werken. Maar als, ik herinner me, en ga ik ja. mee, dat is nog een, een, een grappig detail, toen het eerste gesprek plaatsvond tussen Lufthansa. En de Belgische delegatie, heb ik me laten vertellen, dat de allereerste zin was van de Duitse delegatie, niet hallo, welkom, we gaan hier samen praten, maar was van, this is not a negotiation. Dit is geen onderhandeling. Dus het duidt aan op welke cultuur er in dat bedrijf zit, van het niet gewoon te zijn om... Zij zijn baas. Zij zijn baas, maar nu plots worden de rollen omgekeerd en is er een regering in Oostenrijk, in Zwitserland, in Duitsland, in België, want daar is Lufthansa actief op zoek naar geld... Zijn zij plots baas? En yeah. die, dat is. Iets dat moet switchen nu in die gedachten om ervoor te zorgen dat er een akkoord mogelijk zal kunnen zijn. Ja, professor Baart, 290 miljoen vraagt Lufthansa aan de Belgische regering. Moet België dat investeren? Wat vindt u? Oei, dat is een goede vraag. Hè. Je kunt daar op twee gedachten uh, hinken. Langs de ene kant gaat het natuurlijk om een strategisch uh, bedrijf. Hè. Zo wordt het ook uh, gezegd. Er het is, is er niet veel... meer van ons. Hè. Het nee. is niet meer van België. Er zitten wel heel veel banen achter. Hè. Het is ja. ook in een keten. Hè. Dus... Het levert diensten aan andere bedrijven die belangrijk zijn voor ons. En het neemt ook diensten af van dan weer andere bedrijven. Als we vandaag de vakbonden van de bagagedragers uh, al, al op tv en op radio horen, dan heeft dat natuurlijk daarmee te maken. Langs de andere kant heeft de coronacrisis veel gevolgen, maar nu niet dat het geld uit de uh, hemel nee. komt vallen. Uh -huh. En dus moeten we goede keuzes uh, maken daar. Het gaat over overbruggingskrediet natuurlijk, maar uh, tegelijkertijd moeten we daar de goede keuzes maken. En voor een stuk... Uh, als lange heeft hier op een bepaald moment gezegd, twee weken geleden, dat de coronacrisis bepaalde problemen die er al waren, uitvergroten. En dat zou misschien ook in deze kunnen zijn. Het is misschien niet het meest uh, gezonde bedrijf. Ik denk dat we het, dat we het moeten helpen. Brussels Airlines. Uh, maar er moeten, Brussels Airlines. Maar er moeten natuurlijk uh, duidelijke voorwaarden aan gekoppeld worden. Hè. En als het dan gaat over uh, ja, een ba aantal banen die hier moeten blijven, ja, dat lijkt me toch wel het minste uh, dat, uh, dat er moet aan gekoppeld worden. Ja, maar je zegt, Lufthansa heeft 9 miljard Euro nodig. Ja, maakt die 300 miljoen euro van België dan een verschil voor hen? Je zou kunnen redeneren van niet. Als ze die check krijgen of die lening krijgen in Duitsland, dat ze het dan ook maar voor een stuk doorstorten naar de Belgische tak. Maar het probleem is varen bij de meeste van die oplossingen die nu worden uitgedokterd. Zet elke nationale overheid een clausule erin. Het geld dat wij u geven mag je enkel gebruiken je voor Ootsland. jouw filiaal. Uh -huh. Dus het geld in Zwitserland staat duidelijk bij, 1,2 miljard daar. Dit dient enkel voor de Zwitserse poot van de Lufthansa-groep. Niet naar uh -huh. Duitsland, niet naar België, niet naar uh, Oostenrijk. Dus de kans bestaat als er in Duitsland een akkoord bereikt wordt dat Angela Merkel, die ik niet verdenk van uh, niet intelligent te zijn, in tegendeel zelfs, dat hij daar een duidelijke clausule zal inzetten. Dit is geld. Voor de Duitse afdeling, voor Duitse jobs, voor de Duitse economie. Het is eigenlijk een beetje zoals zoveel in deze coronacrisis: ieder Elke voor week, zich. Ja, ja, ja. Wanneer heb je laatst in een vliegtuig gezeten? Och, nou, ik heb het dat is een pijnl pijnlijke vraag. Ja. Ja. Eh, zelf, nee, als... zelf achter de knuppel, want ik vlieg zelf ook, een uh, drietal maanden geleden al intussen. En privé was dat, uh, heb ik dit jaar nog niet gevlogen.

And where possible, try to maintain some distance from other passengers. Be assured that all Ryanair aircraft are professionally cleaned and disinfected on a daily basis. Queuing for toilets will not be permitted. And we ask passengers to remain seated at all times with their seatbelt fastened. On arrival, we ask you to keep your face mask on until you have left the airport terminal. That for the gedacht. Yeah. Um, Ryanair doet het natuurlijk omdat de grootste nachtmerrie voor de luchtvaart is dat er nu een regel zou uitgevaardigd worden dat die social distancing waar we het over hebben, nee, we zitten hier op anderhalve meter van elkaar, dat die ook in een vliegtuig verplicht wordt. En dan kan je maar... Want dan riskeer je dat je, je maar een derde ja. van je toestel kan vullen. En dan heb je ofwel twee opties. Dan vlieg je met verlies, als je goedkoop wil vliegen zoals Ryanair. Of dan moeten die ticketprijzen heel hard omhoog en riskeer je dat er minder mensen gaan vliegen. Ja. Mm -hmm. Dus zij ze zijn allemaal proactief nu dit aan het communiceren. Brussels Airlines heeft ook al gezegd als wij haar opstarten met mondmaskers, hetzelfde voor British Airways, voor Lufthansa, voor Swiss. Dus al die maatschappijen nemen dit soort voorzorgen om te voorkomen dat ze misschien een andere verplichting gaan krijgen vanuit Europa om het, eh, die dan alles ja, niet meer rendabel maakt, ja, zeg maar. Ja, maar gaan we minder vliegen in de toekomst? Wat denk je? Ja, sowieso, hè. Het ligt volledig op zijn gat op dit moment. De ja. sector zelf heeft milde prognoses dat we eventueel tegen 2023 op de vraag van vandaag zouden zijn. We zijn nu 2020, dat is drie jaar. Ze verwachten dat volgend jaar we aan een capaciteit gaan zitten van misschien 60, 70 procent van het huidige uh, verkeer. Dat is in vergelijking met nu ja. een gigantische uh. terugval. Dus ja, we gaan op zijn minst tijdelijk vliegen, uh, minder vliegen. En dat creëert ook opportuniteiten om een aantal debatten te gaan voeren over die sector, die we de voorbije jaren niet hebben gevoerd of te vlug-vlug hebben gevoerd en die nu naar de oppervlakte komen. Ik denk aan inderdaad de kwaliteit van de werkstelling, klimaat en dergelijke meer. Dat zijn ja. dingen die je nu voelt die op de agenda gaan komen. Gaat u minder vliegen in de toekomst? Ik vloog sowieso al heel erg beperkt en ik hoop inderdaad dat we daar toch duurzame oplossingen voor gaan kunnen vinden. Ja, ja nu. Ik ben je liever dan thuis eigenlijk. Ik vlieg uh, helemaal niet zoveel. Nee, dolblij dol is zijn god. <laughs> ja, dus voor u gaat het niet echt uh, veranderen. Want het is inderdaad vreemd. Het is wel een goede zaak voor het klimaat dat er nu amper gevlogen wordt. Ja, het is dubbel. Hè? Want die crisis geeft twee uh, opportuniteiten: opportuniteit één is alle oude kisten gaan er nu als eerste uit bij alle luchtvaartmaatschappijen. Dus vliegtuigen die vervuilen, meer vervuilen dan nieuwe, dan nieuwe toestellen, die gaan nu allemaal vervroegd en versneld op pensioen. Dat is een goede zaak voor ja. die jaaropstart dat die verdwijnen. Dus ze lijk... we toch niet naar Afrika sturen? Nee, die worden gewoon letterlijk, moet je ja. dat voorstellen, naar een schroothoop gestuurd, waar die ontmanteld worden voor reserveonderdelen en dan een tweede leven, uh, een tweede leven dus krijgen. Dus toestellen worden duurzamer. Uh, ja. ja, en een tweede aspect is, en ik denk dat daar nu het debat zou moeten naartoe gaan, is... In alle landen waar luchtvaartmaatschappijen nu steun vragen, merk je dat overheden bepaalde klimaatambities willen formuleren in al die nationale akkoorden. Dus dan krijg je de kans dat er in Frankrijk eh, luchtvaartmaatschappij Air France regels A, B en C heeft, bij ons Brussels Airlines regels C en D, in Zwitserland komt er een regel F. Met andere woorden, een lappendeken van allemaal verschillende, verschillende normen. Terwijl dat ik denk, we hebben drie jaar tot de, tot de sector terug op het normale plafond zou zitten. Europa zou eindelijk van de tijd kunnen gebruikmaken om een akkoord te maken met heel de sector over hoe moet die luchtvaart er binnen Europa aan toe uitzien in 2025, in 2030, in dus. 2035. Technologie, innovatie, klimaat, kerosinetaxen, alles waar we nu continu gefragmenteerd over discussiëren in elk land. Laten we dat eens dus op europees niveau al om te beginnen nu oh, okay. bespreken. We hebben drie ja. jaar tijd. Uh -huh. Dat is dus, denk ik. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. ja. Je zei het daarnet net al. Je hebt ook aan de knuppel gezeten. Je volgt een pilotenopleiding, hè? Ja, ja, ja. ja dat was. Ik zei en? altijd als, als kind. Uh, ik had twee dromen: uh, Martin Tangen worden of piloot worden. <laughs> ik zit nu elke dag naast Martin. Als ik kijkt, Martin, ik zie je heel graag. Um, maar ik zit ook dolgraag achter de knuppel van een vliegtuig. Um, je was de opleiding aan het volgen. Ik was de opleiding aan het volgen met de, de ambitie om ooit, je weet, halftijd commercieel piloot te kunnen zijn en halftijd dit te kunnen doen. Um, maar het is heel duidelijk dat deze crisis voor mij beslist heeft dat dat een droom is die nooit zal uitkomen. En ik vrees voor heel veel jonge mensen die nu afstuderen met een diploma uh, piloot, dat het heel moeilijk zal worden om de komende jaren werk te, te vinden. vinden. Ja, want overal... Ik kan een uur cijfers opnoemen. Ik ga het niet doen, maar een paar. British Airways, 12.000 jobs. Ryanair, 3.000 jobs. Dus France KLM, 2.000. Ervaren Anza, piloten komen op ja, de markt. Ja, dus heel ja. veel mensen komen nu op de markt. Ja. Als er een heropleving zal zijn de komende jaren, riskeren zij als eerste met een tonnen ervaring naar voren geroepen te worden om die lege cockpitstoel te gaan vullen en niet de vers afgestudeerde 33-jarige VRT-journalist. Ja, dus dus je hebt die opleiding stopgezet. Ik ga mijn privé-aspect afwerken zodat ik plezier kan vliegen. En we kunnen misschien samen eens op stap gaan. Graag. Um, ja. Maar dat is wel een droom die je dan moet opbergen. Dat is uh, ook alweer een. Ja, en ik ken iemand. De ik heb via het wonderlijke Twitter en via het feit dat ik Luchtvaart volg contact met heel veel mensen. Ja. En er is één, één jongen, Ewald is zijn naam, ambulancier. dus hij heeft het nu kei druk, maar is een paar weken geleden afgestudeerd als commercieel piloot. En die heeft het nu super druk door corona, maar beseft dat zijn ambulance waarschijnlijk zijn cockpit zal zijn. Voor de komende jaren en niet die Airbus bij Brussels Airlines of die Boeing bij Ryanair. En ook dat is denk ik heel erg moeilijk voor veel jonge mensen die nu voelen dat de wereld van vandaag niet meer de wereld is van drie maanden geleden. En waar zij van gedroomd hebben. Het is uh, helaas een perfecte opzet naar ons volgende gesprek. Want niet alleen voor de mensen van Brussels Airlines, maar voor vele mensen is de lockdown één grote stresstest. Ook al probeer ik in een houding van acceptatie te stappen, als ik gisteren met mijn moeder belde bijvoorbeeld, uh, waar ik een heel fijne band mee heb, dan uh, is dat heel fijn, dat gesprek. Maar als het gesprek wordt afgerond, dan is dat gemist toch extra daar, eerlijk gezegd. Omdat dat telefonisch contact voor mij toch niet volledig als echt wordt uh, aangevoeld. Ik uh, moet mij eigenlijk een handse dag concentreren van gelukkig van 9 tot 5. En hij is er ook. En elke twee minuten moet ik wel uh, antwoorden of iets nieuws zoeken. En zo. Dus dat is uh, een combi die heel, heel moeilijk is. En ik heb dan ook een prille, lat relatie met iemand die niet in de buurt woont. die werkzaam is in Nederland. Dus wij zien elkaar eigenlijk niet fysiek. Want wij zijn een niet-essentiële verplaatsing. Uh, en wij zien elkaar enkel alleen virtueel. Het is ook aanbetand, want er is geen perspectief tot nu nou al zeven weken. Uh, ja, maar echt zo, op vlak van sociaal contact ja, had het nog wel even duren en is er is ook niet echt een perspectief wanneer dat dan wel zou verbeteren. En dat is vooral heel frustrerend. Ja, professor Elke van Hoof. U doseert klinische psychologie aan de VUB. U zit ook in de werkgroep Mentale Gezondheid, die de experts van de GES gaat helpen bij uh, hun advies over de exitstrategieën. Nu, eindelijk zou ik zeggen: waarom is er zo lang gewacht met ook psychologen? Uh, daarbij te halen of om advies te vragen? Ja, ik denk dat we allemaal leren. Hè? Die pandemie, COVID-19, die is aan een tsunami binnengewaaid en die ontvouwt zich. Uh, en wij waren daar allemaal door verrast. En er is veel meer dat we niet weten over COVID-19 dan dat we yeah. wel weten. En dat geldt zo voor het medische luik, maar ook voor het psychosociale luik. En het is dus heel erg logisch... Dat wanneer er zoiets dodelijks op ons afkomt, met zoveel onbekende medische aspecten. eerst dat je naar het fysieke gekeken wordt. de acute ja. medische zorg ja. gaat doen en dan de subacute medische zorg nu... gaat doen. En Eindelijk. Nu ja. is het zeer, zeer dringend. Hè. Ah. Zeven weken in de lockdown, dat we heel erg veel aan... Mm -hmm. Ja, zeven, acht weken. Ik, ben, ik heb hetzelfde wat dat jij. De tijd vervaagt. Maandag zeg ik, fijn weekend. De tel kwijt. <laughs> Iedereen, wat, wat is voor u het lastigste op mentaal vlak? Of voor mij het ook aan jullie vragen? is het lastigste op mentaal vlak de beperking, het de beperking in bewegingsvrijheid. Uh, en dat is voor mij nog moeilijker gekomen sinds het moment van versoepeling, omdat we nu moeten nadenken dan dat het was, blijft in je kot. Dat was helder, blijft die nu kot. En nu moeten we nadenken in een bubbel van vier. Welke vier? Ik, wie ga ik. Uh, wie wel, ontmoeten. wie niet? Yeah. Kiezen is verliezen. En ik merk dat dat gevoel hè, van. nu pas voel ik hoe beperkend dat het al geweest is. dat is een gevoel dat mij door mijn omgeving ook al heel vaak gemeld is geweest. Ook door oudere mensen die zeggen. die aangeven van. eigenlijk het is nu pas met de versoepeling. Yeah. dat ik mij beperkt voel in mijn beweging. Yeah. Riat, wat is voor jou het lastigste? Oh, er zijn heel veel dingen. Maar ik heb het meeste moeite met gebrek aan perspectief. En dat is een woord dat we vaak horen. Um, ik heb het gevoel dat mijn leven zeven weken geleden op pauze is gezet. En dat er... Terwijl je geen wel hard hebt moeten werken. Ja, ja, maar er is geen perspectief als in... Wanneer keren we ooit terug naar de normaliteit? En dan hoor ik elke dag communicatie van virologen, van politici die zeggen het gaat nog lang niet normaal worden, die zomer wordt abnormaal, het wordt misschien nooit meer normaal. En dat hakt er bij mij wel keer op keer in en dat, dat blijft dan uh, hangen. En dan zeg ik, en het was een collega die mij zei, ik zeg, het gelijk, ik heb het gevoel dat ik functioneer en goed functioneer. Ik werk, ik kom thuis, ik eet, ik heb een activiteit met mijn partner, ik ga wandelen. Maar dat is niet leven. Leven is, je, je mist iets. leven is gaan dansen op zaterdagavond in Brussel, een pint drinken en een beetje dronken naar huis trompelen, gaan eten, cultuur, theater, u aanraken. Hallucinant dat de idee ja. dat ik u zou aanraken nu dat dat ja. niet oké okay is. Ja. En dat zorgt in mijn hoofd dat sowieso al een bijzonder woelig hoofd is. ...voor turbulentie, passen ja. gewoon weer in luchtvaart. hebben. ze baard? Ja, ik heb daar juist gezegd dat ik eigenlijk wel graag thuis ben. Dus dat kan ik nu veel. En dat is niet slecht voor mijn welzijn. Wat ik mis is met vrienden op, op restaurant gaan. Maar eigenlijk wat het meeste in mijn hoofd zit, is de situatie van mijn mama. Die is uh, niet alleen mama, maar ook grootmoeder. Hè? Die is alleen thuis. Die heeft een klein zoontje van een jaar, dat ze nu niet van dichtbij kan zien opgroeien. En dat kun je natuurlijk nooit meer terugwinnen. Ik heb het gevoel dat, in mijn persoonlijke beleving, dat ik de dingen kan inhalen, maar de ontwikkeling van uw klein zoontje terug inhalen, dat is niet iets uh, dat je op die Aha. leeftijd zou kunnen doen. Dus dat geeft mij eigenlijk het meest uh, ja. piekere gedacht. Het is vooral voor haar dat ik het snel zou uh, opgelost willen. En zo zouden we 11 miljoen verhalen kunnen Absoluut, naast elkaar leggen, en, en toch, als mens kunnen wij heel veel onprettigheden aan... Zoals jij zegt, als het heel duidelijk is van, van die moment tot die moment. En nu, ook door de manier waarop gecommuniceerd wordt, krijg je soms het gevoel van goh, we moeten tot aan die wortel. We zien de wortel wordt steeds groter. Hij komt dichter in de rieken, we kunnen er bananen lekken en zeggen oh, nog even niet. En dat is iets wortel. dat je ja, ja. 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 er heeft maar, nog niemand kunnen bijten in een wortel. Ja. Jullie hebben al vergaderd met die uh, werkgroep. Op welke manier kunnen jullie met adviezen die exit-strategie mentaal gezonder maken of mentaal draaglijker maken? Ik denk dat ik dan moet terugkeren naar het discours dat ik eigenlijk al sinds begin van de lockdown voer. En dat is: het eerste: is: zet meer in op communicatie. Hè. Ook, ook te gaan aantonen. Mensen, uh, er wordt nu gecommuniceerd zoals volksgezondheid altijd communiceert. Eén, we geven informatie, we gaan ervan uit. Als jij die informatie ontvangt, verwerkt, dan gaat jij doen wat we zeggen. Zo gaat dat natuurlijk. Mm -hmm. Twee, als dat niet is, dan gaan wij eigenlijk ervoor zorgen dat we angst gaan inboezemen. Want als je dan angstig bent, gaat je toch wel willen doen wat wij zeggen. Dat is ook wat kort door de bocht, hè, want anders hadden we geen rokers meer. En dan, als dat niet werkt, gaan we macht gebruiken. En als je die drie achtereen ziet, dan krijg je vermijdingsgedrag, dan krijg je veel negatieve emotie en dan krijg je vluchtgedrag. Hè. Mensen die proberen na te denken, hoe kan ik er hier onderuit muizen, en hoe kunnen we toch creatief dus met de regels je nu ziet omgaan. Gebeuren. En dat zie je de langs andere kanten ja? gebeuren. En dan komen er uitspraken van gebruik uw gezond verstand. Ja? Alsof de mensen die het niet meer aankunnen geen gezond verstand zouden hebben. Daarover gaat het niet. Het gaat erover ze hebben zoveel ziekmakende stress dat het hier niet meer zo lekker spoort en dan moeten we Extra vertaling geven aan die maatregelen dus... om ervoor te zorgen dat mensen dat blijven doen. Dat is niet aan voor... de mensen, ja? maar de, van de zender. U bent niet zo voor dat gezond verstand. Ik ben of... helemaal niet voor dat gezond verstand. Wij hebben helemaal niet zoveel gezond verstand. Dat is al meerdere keren bewezen ja? in onderzoek. Dus stop ermee met al te zeggen. Maar Help wat... ons met de vertalen in dagelijkse routine wat wij moeten doen. En ga er ook niet van uit dat als je mensen zo streng behandelt om in kot te gaan. Dat je dan de kooi openzet en dat die mensen gaan... Oh, nou, nu gaan we weer, gezond verstand, gaan we buiten. Nee, een adelaar ook niet. Als ja. je die oppikt omdat die gewond is en je zet die in een kooi en je hebt die verzorgd en je gaat die dan terug veilig laten, dat duurt even. Zelfs al zitten die kooi open, je moet die adelaar verleiden. Je moet die wat vlees geven in het midden van de kooi, voor de kooi, vlak hè, na de kooi en dan midden in... De... En zo moeten mensen terug gaan leren en, en Maakt ondersteuning... u dat nu eens, uh, concreet voor ons? Hoe zou u dat dan doen? Op zijn minst, wat ik graag zou willen zien, en dat heb ik... Heb ik dus gezegd van bij het begin van de lockdown zet meer visuals bij de communicatie. Zorg ervoor dat je getarget en gericht communiceert. Deel op in, in leeftijdsgroepen. Hoe dat je communiceert naar ouderen is iets totaal anders, want die zijn bezig met hun kleinkinderen. Die okay. willen een ander boodschap dan onze studenten. Ja. U bedoelt ja. geen PowerPoint met die visuals. Nee. <laughs> Liefst iets visueel, iets creatiefs, iets grafisch, iets dat uitnodigend is, iets dat eigenlijk appel maakt op een stukje dat wij kunnen bijdragen. Want dat gaat ons verantwoordelijkheid zien aanwakkeren. Dat gaat ons activeren. En dan kunnen we dat veel beter vereenzelvigen. En dat gaat leiden tot een veel snellere ja, gevolgsverandering. Het hangt hier in de VRT tegenwoordig vol met uh, visuals. Oh. Hè? Ja, ja. ja, maar visuals over hè, hoe je jezelf kan heruitvinden. Hoe je kan omgaan met een gebrek aan perspectief. Dat is toch moeilijk in een visual te bronnen. En ook hoe dat je een bubbel van vier doet. Ik heb zelf enorm plezier met steeds opnieuw te kijken naar Stanley Met zijn spel van het mens is... erger je niet. Ja. Uh, mm -hmm. Maar dat is de realiteit. Ja. En misschien kunnen we daar ook iets uit leren. Mm -hmm. eh, misschien kunnen we leren door met rollenspellen, door daar iets gerichter over na te denken, uh, mensen meer en sneller verleiden tot het gedrag dat we willen zien. Maar concreet, zijn gebrek aan perspectief. Hoe kan je dat in een visual gieten? Door eigenlijk ook te komen met een plan. Door met een plan te komen van: gebrek aan perspectief gaat eigenlijk over een gedrag dat wij vertoonden ook voor de lockdown. Over: hè, het moet altijd beter, moet altijd meer, het moet altijd verder, moet vooruit. Dat hoeft niet. Je kunt ook eens gaan kijken van: wat werkt nog wel? Wat heb ik nog? En hoe kan ik mij daarin heruitvinden? Mm -hmm. En dat moeten we mensen leren. Dat zit in ons, maar dat is iets een vaardigheid dat wij niet meer goed hebben ontwikkeld door de red race waaruit we komen en dus door mensen te leren die natuurlijke hulpbronnen terug te activeren kunnen we mensen weer zichzelf laten heruitvinden en die negatieve emotie opvangen en dan heb je dus eigenlijk een soort van programma nodig van niet jij ben actief in je kot maar wees weerbaar in je kot ja. en dat dat is iets dat ik mis sinds de start van de lockdown. Wat ik me wel afvraag is gaat dit sporen nalaten. Het gaat absoluut sporen nalaten. De breuk zal altijd pre- en post. COVID-19 zijn. Maar dat hoeft niet noodzakelijk iets negatiefs te zijn. Maar ik, ja, maar ik verwacht ook wel over depressies, burn-outs. Daar zitten we nu al in. Hè. We zitten nu in een soort wat we noemen acute stressstoornisfase. Yeah. Uh -huh. Veel neerslachtigheid, angst, depressie, vermijdingsgedrag, gevoelens van overspoeling. Tot bijna 50 procent van de bevolking. Hè. Als je alles bijeentelt, dat zijn waanzinnige cijfers. Daar zitten ook mensen in die het nog moeilijker hebben, waar die cijfers nog veel hoger zitten. Maar opnieuw, hè, als als wij nu goed kunnen activeren mensen bij de hand reiken en, en hun gaan leren hoe het wel kan en hun daarin gaan bijstaan, is er maar een beperkt aantal, nog altijd veel te veel. Hè, mm -hmm. uh, dat daar blijvende, langdurige jarenlange problemen mee zal hebben. Maar dan moeten we nu handelen. Het is nog niet te laat. Het is nooit te laat. Ook niet voor het stoppen met roken trouwens. Dat geldt ook hier. Gedragsverandering, daarvoor ja. is het nooit te laat. En morgen, als de Nationale Veiligheidsraad communiceert, gaan we jullie invloed voelen. Ik hoop het. Dat is ah, ja, een politieke keuze. Dat is een politieke keuze. Dan. Nee. Wij, Wij bieden onze expertise ja. en ben de politiek een, kiest. We zullen zien of er visuals in de presentatie <laughs> of niet. Presentaties. We zullen zien, dat weten we morgen. Riyad, ik hoop dat je het. Mij niet kwalijk neemt, maar ik moet je. Ik heb zin in een glas wijn, de... de... dus ik ga er. Uh, ik moet je vandoor. naar de foyer sturen, want we hebben nog een student uitgenodigd. die uh, in gesprek wil met uh, professor Baart. En we mogen maar vier mensen aan deze tafel. Die verdomde dus... COVID-19, hè? Ja, heel erg bedankt en uh, tot zo meteen. Maar eerst gaan we kijken naar wat in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. dans un film science-fiction, de voir de 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 sortir de voir tous ces gens masqués c'est comme si on était sur une autre planète People need something a little bit different to break up the day I think. It's just so much fun to see everybody's reactions. Je je crois que j'appréhende encore plus le déconfinement que que le confinement. Prayer finds itself at war against a faceless <laughs> En vleikless in. We hebben besloten om een tijdje afstand te houden. Zonder mesker, zonder gezever. Het is goed gaan er al mee draaien. Ja, maar ja, maar. je laat er wel geen gras over groeien. Stel je voor dat we daar de hele tijd binnen moesten zitten in quarantaine. Je hebt gelijk. We gaan toch geen tanden hebben. Uh, Obamagain. What is it about President Obama that really gets under your skin? You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody. Is it because he's smarter than you? From what I understand, that's only the beginning. Better educated. Maybe that's a question you should ask China. Made it on his own. Next. Didn't need daddy's help. Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. <laughs> Ja, over die grote meneer zullen we het later ook nog wel eens hebben. Intussen is de stoel van uh, Ria ontsmet en zit Nozizwe Dube mee aan tafel. Masterstudent in Drecht rechten aan de KU Leuven, vroeger voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. U wou reageren op een opiniestuk dat Stijn Baert geschreven heeft op 14 Nieuws en dat heel wat ophef veroorzaakt heeft bij studenten. De titel was: Met een 20 op 20 voor iedereen wint straks geen enkele student. We hebben nog een professor aan tafel, dus die kan ook meepraten. U hebt dat. Geschreven omdat u boos was op studenten die hun beklacht deden over professoren, die niet bereikbaar zijn, die te veel eisen stelden. Mm. Dat, dat klopt. geldt misschien niet voor u, maar er zijn wel klachten over professoren. Nee, dat klopt. Hè. En het ging over enkele studenten die die klachten vertookten. En op die enkele studenten was ik inderdaad wel boos, omdat ik inderdaad in mijn omgeving heel veel professoren zag die heel erg aan het werken waren, die s'nachts aan het werken waren, die in het weekend aan het werken waren om die lessen maar online te krijgen, om die taken maar te kunnen verbeteren enzovoort. Wat natuurlijk niet wegneemt dat er ook uh, uitzonderingen daarop zullen zijn. Maar wat ik voor een stuk miste in die tussenkomsten van die enkele studenten, dat was in de morgen en in het laatste nieuws, was dat zij voor een stuk vroegen naar, naar mildheid. Hè? Dus uh, leg de lat misschien een beetje later, lager of uh, de deadlines, verschuif die. Maar tegelijkertijd weinig mildheid, vertoont uh, naar de andere kant. Voor de, de Oké, okay, over die mildheid gaan we zo meteen. Maar eerst, hoe verlopen de lessen bij u? Allemaal online? Bij mij is alles online, inderdaad. En uh, is dat lastig, moeilijk? Uh... Dat is sowieso een aanpassing. Omdat uh, als student heb je meestal wel fysieke ho ho hoorcolleges. En dat is wel, denk ik, een gemakkelijker en sneller manier om informatie te verwerken. En nu, ik heb heel veel al mijn lessen zitten online. En ik merk wel dat online leren, dat vergt veel meer tijd om die informatie te verwerken. En dus zit je gauw heel snel eén uh, dag bezig gewoon met één les ja. en dus uh, ja in die Het zin eigenlijk dacht meer we wel tijd. Ja. ja en inderdaad dus als uh, professor Baert zegt dat uh, zijn uh, collega's heel veel tijd moeten gebruiken uh, zelfs nachtswerk Weekendwerk moeten verrichten om de lessen online te krijgen, ja, dan is het ook, zou het ook geen verbazing voor hem moeten zijn. Inderdaad, dat het voor ons als studenten hetzelfde is. Ja. Maar, en, en dan, ik weet ook als professoren, jullie doen niet alleen lesgeven, jullie gaan ook onderzoek verrichten. Uh, ik heb ook in je opiniestuk gelezen dat je hebt gezegd dat uw mede-collega's uh, eigenlijk ook een stuk hun onderzoekwerk aan de kant hebben moeten laten liggen om juist voor onze lessen te kunnen zorgen. Maar aan de, aan de, te, tegelijkertijd vindt u het normaal dat wij dan gewoon. Op dezelfde tempo en op dezelfde ritme moeten blijven werken. En dat ja. vind ik wel een discrepantie in uw opiniestuk. Uh, en, dat het, en verder, ook die karikatuur van die 20 op 20 heeft bij mij en bij veel andere studenten echt wel in het verkeerde Ja, Dat is afschotten. niet wat studenten vragen, natuurlijk. Op nee, 20 op 20 dat 20 heb ik ook krijgen. niet aangegeven in mijn opiniestuk, vooral duidelijkheid. Hè. Ik heb niet gezegd dat, dat, dat er ook maar één student is een die 20, 20 om... op 20 zou, zou ja. vragen. Wat ik aangeef is. Er zijn enkele studenten die een aantal klachten hebben, die me de indruk geven dat zij vragen om de lat wat te verlagen. En dan vraag ik luid op, wat is dan het alternatief? Ja, dan maar geef ik een absurd gaat, uh, yeah. idee, Geven, moeten we iedereen ja. 20 op 20? Dat geef. is niet de bedoeling. Maar u gaat niet man. in deze omstandigheden op dezelfde manier evalueren als vorig jaar? Maar, ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk dat we mild moeten zijn. En dat betekent vooral dat we moeten kijken naar deadlines. Uh, dat we die moeten proberen uh, verschuiven, dat we mee moeten nadenken. Uh, en dat we inderdaad de leerstof uh, ja, moeten, moeten, moeten bekijken of dat het inderdaad mogelijk is om die te ver, verwerken. Maar het niveau uh, van het examen, ik denk dat dat niet naar beneden Mag. Ja, dus over dat niveau. Um, er zullen misschien, misschien wel inderdaad mensen die zullen vinden dat de lat lager gelegd moet worden. U vindt dat de lat hoger gelegd moet worden. Ik ben zelf van mening dat die lat. Op dezelfde manier mag blijven liggen, maar wel dat er verschil mag komen op de manier waarop we getoetst zullen worden op het examen. En dat betekent dus, we hebben, er zijn bijvoorbeeld heel veel studenten die eigenlijk nog altijd heel veel leerstof nog niet hebben ontvangen, of juist in de komende dagen nog heel veel leerstof erbij zullen Omdat krijgen. Omdat de lessen nog niet online staan? Of, uh... Bij sommige studenten is dat het geval. Sommige lessen staan nog niet online of moeten er uh -huh. nog komen. En dus vragen eigenlijk heel veel andere studenten juist om de lat op dezelfde manier te leggen, maar juist meer. Uh meer nadruk te leggen op het inzicht te verwerven. Hmm. Dus op die manier verschuif je eigenlijk gewoon de lat, maar ga je die niet hoger of lager ja, leggen, maar, maar je blijft hetzelfde maar een andere manier van evaluatie. Ja, dus ik heb niet dat... gepleit voor een hoger lat, zeker niet op korte termijn. Ik heb gezegd: ik hoop dat wij op lange termijn tot beter onderwijs kunnen komen. Dat inderdaad de lat hoger legt, maar niet op korte termijn. En dat we op die manier ook mensen beter wapenen op de, op de arbeidsmarkt. Ja. Maar op korte termijn ben ik volledig mee. Anderzijds is het natuurlijk zo dat een examen dat meer toetst naar inzicht niet bepaald makkelijker is dan een examen dat meer ja, naar, naar typische leerstof toetst. Maar uh, wat mij betreft, inderdaad, een, een lat die een beetje anders ligt, wat meer naar, inhoud, uh, wat meer naar inzicht, inzicht gaat. Inzicht, in gaat, plaats heb ik geen van enkel, uh, feitenkennis of ja. reproductie. Ja, u hebt ook examens hè, binnenkort. Ik heb ook examens binnenkort en mijn studenten ook. Hè. En, en ik denk dat we hier naar het fundamentele aspect moeten gaan hè, van de breuk die COVID heeft veroorzaakt. En dat is: je ziet de stress aan beide kanten stijgen. En ik kan nou alleen maar spreken over mezelf, maar ik zit met een enorm schuldgevoel. Een schuldgevoel naar mijn studenten, omdat ik ze moet loslaten, achterlaten. Ik zit ook het allerliefste in mijn aula bij mijn studenten, mm -hmm. zodat ik hun gezicht kan zien, dan hun uit, hun expressie kan zien. Zeg, hebben ze mij begrepen? Moet ik nog een extra voorbeeld geven? Moet ik hierbij sturen? Moet ik, mag ik verder gaan? Want ze zijn mee. Moet dus ik... hebt u het gevoel dat u nu ik geen onderwijs het gevoel onderwijs dat ik geven. geen goede prof ben. Ik heb het gevoel dat ik geen goede onderzoeker ben, want ik heb bepaalde onderzoeken moeten loslaten. Bepaalde onderzoeken die belangrijk zijn in mijn ogen, want die nieuwe inzichten gaan genereren voor die dus kwetsbaarheid best zijn dit jaar. Ik ik zou in zak en as zitten, zoals ik hier zie. Ik, veel, ik voel mij ja. nu in die rol niet competent. Ja. En dat is, een, een, denk ik een uiting. De studenten voelen zich niet uh, 100% competent als student. Ze, 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 dat is bedreigend. En, en ook als prof, wij hebben niet altijd de nodige resources. Vrijdag hebben wij oefenexamen. Op een systeem waar ik werkelijk. En nu spreek ik echt vanuit mijn hart geen hersencellen voor heb gekregen. Sorry. Ik 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 verstaan dat niet. Ik krijg daar een handleiding voor en dat is in het Nederlands. Hoe moet u examen afnemen? je ja, moet de examen oefenen, afnemen examen. via teleconferencing in een soort van gesloten ruimte waarbij wij toch moeten controle uitoefenen. En ik, ik, ik zie het niet voor mij. En, en hoeveel studenten hoe moet voor, u dan ja, examineren? Er zijn er meer dan op 350. Op hetzelfde moment? En ik, ik zie mijzelf dan zoals een veiligheidsagent met, met tien schermen. Ja, ja, okay. Dat is voor geen enkele stakeholder goed. Maar ik snap... En, en Dialoog is daarin ja. belangrijk. We moeten hier komen tot een vergelijk... En het moeilijke is, we moeten dat vergelijk vinden tegen een deadline. Ja. Want die examens komen daar wel aan. Wij willen goede mensen af. Wij willen dat jullie de best mogelijke jurist worden die wij kunnen afleveren. Ja, dat is het een, engagement. Met een diploma. En dat, wij even veel dat we dat waard. niet meer kunnen. Ja, met een diploma ja. dat ja. Evenveel waard wordt, is. Je wordt geen als een professor om geen, om geen contact te hebben met studenten. En om geen kwaliteit wil. te leveren ja, en absoluut. niet de vierheid. Ik vind niks zo fijn als een oud student ja. van mij maar ergens hoe, te zien floreren. Hoe, hoe, doen we dit dan? Want binnenkort zijn er examens in ja, um, ja, ik denk dat dus sowieso die vraag naar mildheid, uh, zeker specifiek naar professoren, zeker niet. Ik hoop dat dat op, niet op dove oren zal vallen. Maar Wat ik, bedoel je met die mildheid dan? Ja, dus dat, dat kan op verschillende manieren. Dus inderdaad, uh, we waren het net over bezig: het verschuiven van. Uh, Kennis, dieper kennisverwerving, dus meer inzicht. En ik geef toe, dat is geen gemakkelijke examen ook niet. Ik heb ook sommige vragen op examen die op inzicht uh, ja. spitsen. Dat blijft nog altijd moeilijk, maar het is wel op een manier iets meer geruststellend als studenten, in plaats van een berg van leerstof erbij te krijgen om toch wel gewoon op basis van de leerstof die we nu al hebben, daar verder op te blijven focussen. Maar niet, als al ik al toch al iets ja. mag, nog iets verder mag zeggen, om um, terug te komen op, u, op uw punt over de mentale gezondheid, ik denk dat dat ook wel een heel onderbelicht punt is geweest bij heel veel studenten tijdens deze, tijden deze Lijkt Het Lijkt uit onderzoek dat 75% ja. van de studenten Absoluut, zich niet oké voelt? Absoluut, want okay als we voort, wel he? keken ja. naar de, de persconferenties die de, uh, uh, de eerste minister heeft gegeven, het woord uh, studenten viel anders. En ik weet dat de ECMS heeft gezegd dat rectoren zelf mogen beslissen hoe ze examen zullen, hoe zullen voorbereiden en organiseren. Dat begrijp ik. Maar het blijft nog altijd noodzakelijk om een type van erkenning toch wel ja. te krijgen. En daarnaast ook wel niet naar studenten te kijken als een homogene groep. Want we zijn meer dan 100.000 studenten in het Vlaamse gemeenschap alleen. En in uw opiniestuk betreur ik het wel dat ik echt wel de indruk heb gekregen dat u naar ons kijkt als een soort van, een soort van machines die allemaal in een stabiele thuissituatie nee, zitten. Terwijl er nee. okay, geen, he, he te he zijn die geen laptop is. Ja. Nee, absoluut niet. Wat ik doe in mijn opiniestuk is het net de tegenstelling maken tussen enkele studenten die heel scherp zijn voor een professor, niet mild, en dan zeg ik. Tegelijkertijd is er een veel grotere groep die heel erg hun best doen, die heel constructief doen. Ik ontmoet studenten in opleidingscommissies die heel gestructureerd, maar ook combatief de problemen op tafel leggen. En ik zeg, die zouden in het voetlicht moeten komen en die zouden voor een stuk ook hun grieven uh, moeten kunnen uh, vertolken, ook maatschappelijk. Dus het is helemaal niet zo dat ik kijk naar studenten als een homogene groep. Uh, mocht ik het wel doen en de, ge de gemene deler daar nemen, dan zou ik daar heel positief over schrijven. Maar u zegt ook in uw opiniestuk, de lat ligt in de maatschappij vandaag overal hoog. Mm -hmm. kijk alleen maar al naar de mensen in de gezondheidszorg. En de lat moet zeker hoog blijven, want de toekomst zal moeilijker zijn voor deze generatie. Dat klopt, hè. Dus we weten niet in welke mate dat er problemen ontstaan op de arbeidsmarkt door deze crisis. Maar we weten dat er problemen zullen ontstaan. Dat er minder vacatures zullen zijn. We weten niet hoeveel, dat er meer werklozen zullen zijn ook daar weten we niet hoeveel, maar daar, daar is een probleem. Dus er komen minder kansen voor mensen die, die afstuderen en op die manier is het belangrijk dat zij op de arbeidsmarkt voldoende te bieden hebben. Dat ze niet alleen met een diploma signaleren van kijk we zijn verstandig, we hebben doorzettingsvermogen, maar ook we hebben een zeker menselijk kapitaal opgedaan. En dan ja. is het is natuurlijk belangrijk dat we dat voldoende doorgeven en ook voldoende testen of dat dat menselijk kapitaal effectief is opgenomen. Ja, ik vind dat een coronacrisis is crisis voor iedereen, ook voor studenten. En een, en een globale pandemie is geen Normale periode. Ja, maar... Dus ik hoop dat we dan ook hierna, na de post-coronacrisis, niet op dezelfde manier als studenten moeten blijven, moeten blijven werken. En ik ja, hoop dat de arbeidsmarkt maar... zich ook kan. Bent u wel... bang dat het u zal achtervolgen? Zal want u, als je zegt afgestudeerd in 2020, zullen werkgevers weten van. Ah, dat was de corona-generatie. Um, ik, ik denk dat onze diploma's nog altijd heel kwaliteitsvol zullen zijn. Um, zelfs in deze tijden van coronacrisis. Want ik, zoals ik ook al hoor van heel veel verschillende professoren, ze zijn nog altijd van plan om toch sowieso ervoor te zorgen dat we de nodige kennis verwerven. Dus yeah. ik heb daar zelf eigenlijk geen twijfel aan. Maar wat ik wel schrik voor heb, is de mentale gezondheid van heel veel studenten, studenten. die hier eigenlijk onderbelicht is. Ja, en toch is het een moeilijk debat. Hè? Want ik ben akkoord, we moeten mild zijn en moeten vooral ook zacht zijn. Hè? Ik zie sommige van mijn studenten ook... Ja, en je kijkt echt binnen in de huizen en ja, je voelt... Je... Om Want ook daar zie je een enorme... Ja, hoe meer resources, hoe beter dat je dit kunt doorkomen. Maar het, het debat is complexer. Hè? Want stukken waarin we vandaag mild zijn en die we weglaten, die moeten we volgend jaar soms inhalen, mm. omdat je die basis terug... Dus eigenlijk, we moeten een balans gaan zoeken. En ik denk dat dat een beetje is wat jij ook wat, wat wou uitdagen. De balans is, we mogen die achterstand... We moeten mild zijn en zacht zijn. En we moeten, ik vind ook veel meer aandacht hebben voor jullie mentale gezondheid. Want jullie moeten aan de start van het examen komen met, met, met een hoofd dat al op hol staat. Mm -hmm. ja, in iets wat toch yeah. nee, niet gunstig is. Maar we mogen, moeten tegelijkertijd zorgen voor een balans dat jullie voldoende weten om volgend jaar ook niet het gevoel te hebben van mm -hmm. potverdoor nu kom ik hier ook weer maar half aan de start. Yeah. Yeah. En die balans tegen een tijdsdruk. Is gewoon moeilijk, ook voor ons. Dus... Dat is een nieuwe realiteit. Daar zijn geen precedenten ja. voor. En we moeten samen roeien met de riemen. Wederzijdse mildheid, waar u inderdaad ja. ook voor pleit. En, maar u zegt: het verbaast mij als ik soms binnenkijk in de huizen van studenten. Oh, het die gaat niet die... alleen over de mentale gezondheid, het gaat ook over. Je mag niet onderschatten, sommige studenten zitten hier letterlijk vast. Hè? Die zijn uit het buitenland hier komen studeren. Die zitten alleen op, op wat, 30 vierkante meter al weken. Ja. Die komen niet buiten, die begrijpen het niet goed, die missen hun familie, die zitten misschien ergens anders. Ja, ik heb, ik heb assistenten die, die, ja, die, die vrienden hebben in het buitenland. Ja, we, al weken en meer dat lijfelijk ja. contact, die eenzaamheid. Ik denk achter gesloten deuren bij studenten, als we die zouden ja. open doen, dan zouden we verrast uh, zijn. Iedereen terug thuis. Zonder ja. Uh, ja. Maar ik denk ook aansluitend daaraan, niet alleen bijvoorbeeld studenten die hier op Erasmus uh, waren gekomen, bijvoorbeeld, maar ook gewoon studenten van hier die het thuis. Ongelooflijk moeilijk hebben. Er zijn verschillende mensen in hogescholen en universiteiten die hebben aangegeven dat ze eigenlijk verbaasd waren over hoeveel studenten bijvoorbeeld geen laptop hebben of geen functionerend yeah. internet thuis hebben. En we zitten allemaal. Ik heb al mijn lessen zitten online. Stel je voor, als je thuis geen functionerend internet hebt of gewoon Um, en je zit daar misschien met één laptop thuis uh, en, en je moet daar met verschillende mensen aan, aan werken. En ik ja. denk, we hebben die sociale ongelijkheden, on, ongelijkheden al voor de coronacrisis, maar ze worden gewoon nog meer uitverkroot hierdoor. Dat is wat u dus, over het ja. nee, En wat dat betreft he? kunnen we alleen maar hopen ja. dat Laatste we ook het voor toekomstgericht hierin hebben. Dat we uiteindelijk naar een onderwijs gaan waar we allemaal beter van worden. Dat ook innovatief is. Hè? We oefenen nu met online examineren, we oefenen met uh, online lesgeven. En ik hoop dat studenten gaan zeggen wat daar goed van was en wat daar niet goed aan was. Zodanig dat de synthese is, dat het onderwijs van morgen beter is en dat we er ja. sterker van worden. En? Zonder te beledigen en te pamperen langs de andere kant, maar wel constructief en combatief. Ja, met wederzijds uh, mildheid. Dank u wel, professor Baart. Nozizet Dube, en professor Van Hoof. U thuis heel erg bedankt voor het kijken. Blijf kijken, de kinderen van de holocaust komt eraan. En graag tot morgen.